Margriet, je staat ook op het middelpunt van Gent dan nog, de Koormarkt. Daar, Margriet, dat is een prachtig iets dat we daar mogen zien. Wat een uitdaging wordt dat, zeg. Ja, ja, zondagavond. Ik heb 30 jaar geleden, denk ik, of 25 jaar geleden ook nog eens op de Korenmarkt gestaan. Met orkest ook. Het is ook met de band. Dus ik kijk er wel een beetje naar uit. Ik ben wel eens heel, heel, heel benieuwd hoe dat gaat worden. Maar ik hoop dat de mensen massaal gaan komen. Dan kunnen we een sfeertje bouwen. Hè?